Marcel Hartekamp van de dierenambulance krijgt tijdens zijn dienst een opvallende melding binnen. Dierenambulance, goedemiddag. Ik wil een melding doen van een kat die vermoedelijk in een grasbak zit. In eerste instantie geloof ik het natuurlijk niet echt helemaal. Maar ja, je gaat toch kijken. En ja, dan bleek dus inderdaad een kat in te zitten. De glasbak wordt omhoog gehaald zodat de kat kan worden bevrijd. Maar dat gaat nog niet zo gemakkelijk. Het was nog een jong beestje. Een mooi beestje, maar zat helemaal weggedoken in de hoek. Heel bang natuurlijk, wat ook voorstelbaar is. En ja, hij liet zich in ieder geval niet makkelijk pakken. Met deze vangstok lukt het uiteindelijk om het beestje te pakken. De kat heeft een touw om zijn middel- en voorpoten. Maar gelukkig vallen de verwondingen mee. En had alleen twee wondjes aan zijn achterpoten. Doordat de kat gechipt is, kan die na een bezoek aan de dierenarts gelukkig weer snel naar zijn baasje. En die was het beestje al een paar dagen kwijt. En ja, toen ze dus hoorde waar die gevonden was, was ze toch wel erg geschokt. Oh, dus zij was hem al een poosje kwijt. Buurtbewoners zijn geschrokken van de gedumpte kat. Niemand begrijpt welke dierenbul zoiets doet. Nou, ik vond het niet zo leuk natuurlijk. Dan denk ik, ja, wie doet nou? Wie is dat nou? Dat spoor je toch niet, als je dat doet? De dierenambulance heeft direct aangifte gedaan bij de politie. Sommige mensen denken dat het misschien een kattenhater uit de buurt is geweest. Want overlast van katten is er wel in de wijk. Die hebt een poes en die poes die schijnt over al de balkons heen te lopen. En dan gaat hij overal zitten schijten. De dierenambulance zelf heeft ook geen idee wie de kat gedumpt heeft. Marcel denkt niet dat de eigenaar iets met de gruweldaad te maken heeft. Ja, dat weet je natuurlijk nooit, maar ja, wij gaan daar niet van uit. Inmiddels kan je je glas gewoon weer kwijt in de glasbak. Maar Wil luistert wel even of er niets in zit. Nou, ik hoor het niet hoor. Nee, het is rustig in de tent.